Welkom bij Mystic Angel Raad de Tarot. Ik ben Rara. Dit is een sterrenbeelden update voor Kreeft. Ik wil graag mededelen dat ik geen gewone video readings meer geef, omdat ik me volledig op mijn social media wil gaan richten. En aan iedereen natuurlijk ook de boodschappen wil geven. Mocht jij in ieder geval een persoonlijke consult of reading willen, dan kan je even naar het dienstje hieronder kijken. En ook naar mijn intuïtief ontwikkelen en intuïtief coaching, mocht je dat willen. Laat me gewoon in ieder geval weten via de WhatsApp. En we gaan even kijken wat de energie voor jullie op dit moment is. Ik heb even zo, ja. We gaan beginnen met algemeen. Lieve licht. Algemeen. Kreeft, update, alsjeblieft. Alsjeblieft. Oké, ik zie hier de Hierofant. Heb vertrouwen in jezelf, heb vertrouwen op het universum. Ja, want je hebt de sleutel in eigen handen en je bevat heel veel wijsheden. En met de Nine of Cups is, je voelt je echt gewoon lekker in je vel. En met de Seven of Swords, pas op voor iemand die het niet meent met jou. En met de Ten of Wands kaart wil zeggen, ik ben even aan het kijken wat hij aan het doen is. Dat er echt wel einde komt aan je bagage. Je gaat jezelf ook meer aarden. Er komt meer succes op jouw weg, op jouw pad. En je bent ook lekker spiritueel ook echt aan het groeien. Ja. Dan gaan wij naar spiritueel. Verlicht. Kreeft. Spiritueel. Update. Als leer. Laat de dingen en laat personen, situaties, dingen los wat jou niet meer dient. Laat het los en heb vertrouwen in jezelf en het universum. Want je hebt de sleutels in handen en jij bezit ook echt alle wijsheden. Dan krijgen we nummer 40, dat is liefde. Ik heb ook het gevoel dat je ook meer zelfliefde gaat krijgen. Want je voelt ook wel echt lekker in je vel. En er vindt ook heel veel heling plaats bij jou. Dus die zelfliefde komt eraan. Wat ik hier heb is nummer 29. Om hulp vragen. Vraag hulp aan je engelen, aan je spirit guides. Voor heling. Ja. Voor heling, voor je spiritualiteit. En vraag hulp tegenover deze persoon die niet met jou meent. Dat die jou waakt en jou heelt als diegene jouw pijn gaat doen. Of al pijn heeft gedaan. Vraag maar om heling. Wat ik hier zie is nummer 35, grenzen. Je mag meer je grenzen gaan aangeven. Ja, dat is heel erg belangrijk.
Ga meer je grenzen aangeven, zeggen jouw spirituele team, jouw engelen. Dan gaan we naar financiën en werk kijken. Lieve leer, kreeft, financiën, werk. Alsjeblieft. Je mag, voor je werk mag je wat meer rust gaan nemen. Dus pak even. Ja, desnoods moet je maar ziek melden of wat dan ook. Of je moet sowieso even rust nemen. Even time out voor je werk. Want ik heb sowieso het gevoel dat jij even niet meer weet welke kant je op moet. En je ziet het gewoon even niet. Daarom moet jij even die rust gaan pakken. Even alles laten liggen en even gewoon je rust pakken. Dan kan je een nieuw begin gaan maken. En dan zal je ook echt wel wat beter gaan voelen op werkvlak. Ja, dan zal het werk ook beter gaan. Dus op dit moment voel je gewoon niet lekker in je vel. Ook door mensen die negatieve dingen naar jou toe communiceren. En je voelt je gewoon niet lekker bij. Je hebt gewoon even die rust nodig. Trek jezelf even terug. En maak dan die nieuwe stap rustig aan. En je zal zien dat je weer volledig je werk kan doen. Dan gaan we naar liefde en relaties. Lieve licht, kreeft, liefde, relatie. Alsjeblieft. Ik heb het gevoel, kreeft, trek jezelf even terug uit de relatie. Ja, trek jezelf gewoon even terug. Want er komt wel iemand op jouw pad. Nieuw iemand. Iemand die met jou op één lijn staat. En je wordt echt ook echt wel ondersteund door jouw spirit guides in jouw lichaam. In jouw liefdesleven. Dus dat krijg ik hierdoor. Dus trek jezelf maar even terug. Er komt een nieuw iemand in je leven. Die op één lijn met jou staat. En jouw spirit guide is jou echt wel erbij aan het helpen hoor. En die van je partner. Je komende partner. Wauw, mooi. Nou, ik hoop dat ik je genoeg inzichten en advies heb kunnen geven, kreeft. Like, abonneer en laat belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. Ik hoop ook dat ik de blokkades heb weg kunnen halen. Kijk naar de diensten hieronder. Mocht je niet weten welke dienst je nodig hebt, laat me dan via de WhatsApp weten. Laat me ook via WhatsApp weten als jij een dienst wil. Dan gaan we gewoon gelijk aan de slag. En ja, laat hieronder weten wat je van deze reading vond. Dat zou ik heel erg fijn vinden. Nou, tot de volgende keer. Doeg!